Buit stuurde 3 weken voor de verkiezingen een mailtje met daarin een dringend verzoek aan alle Leefbaar aanhangers om zoveel mogelijk volmachten te verzamelen. En volgens de kiesraad mag dat niet. Maar Buit is van mening dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Dit is volledig volgens de kieswet. Je mag niet bij willekeurige vreemden aan de deur gaan aanbellen. Joh, mag ik jouw volmacht? Maar als jij vrienden, familie en kennissen die al van plan zijn op Leefbaar te stemmen, erop wil wijzen, joh, let op, laat je stem niet verloren gaan. Iedere stem voor Leefbaar Rotterdam telt en je hebt de intentie om op Leefbaar te stemmen, dan is daar helemaal niets mis mee. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft wel haar twijfels en besluit een onderzoek in te stellen. Iets waar de Leefbaren niet blij mee zijn. Want waarom wel een onderzoek naar een raadslid van Leefbaar Rotterdam en niet naar de Partij van de Arbeid die in 2006 op een soort gelijke manier volmachten probeerde te verwerven? Nou, het is vanzelfsprekend niet zo dat wij de pik hebben op Leefbaar Rotterdam. Het is wel zo dat de informatie over Leefbaar Rotterdam en wat een kandidaatsraadslid daar wellicht heeft gedaan, dat ons ter oren is gekomen, die andere informatie niet. Dat staat maximaal een maand gevangenisstraf op. Ja, nou ja, goed. Ik weet niet. Ik maak me daar eerlijk gezegd, daar maak ik me nog het minst druk om. Ik maak me veel drukker om mijn moeder die dat soort berichten ook leest. Dus mam, blijf rustig. Meneer Buit heeft tegen zijn moeder gezegd dat alles goed komt. Denkt u dat ook? Ja, daar kan ik op dit moment nog geen voorschot op nemen. Maar het is juist, als zou blijken dat het bewuste artikel van de kieswet is overtreden, dan kan dat worden bestraft met een hechtenisstraf voor de duur van een maand. Het is nog niet bekend wanneer het oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie is afgerond.